Zo, we gaan weer verder met de bouw. Ik heb in de tussentijd even wat dingen aangepast. Dat toch even gauw vertel. Ik heb aan de linkerkant de extrusie losgehaald, omdat ik daar ook die sliders in moest plaatsen. Dat is één ding. Tweede is, ik heb dat bedieningspaneeltje wat je hier ziet, dat heb ik van links naar rechts verplaatst. Hij zat namelijk een beetje op de kop. Dat was me nog niet opgevallen, maar geen probleem. En ik heb hem wat meer waterpas gezet, zodat hij niet meer wiebelig is, want hij was een beetje wiebelig. We gaan verder met de bouw. En dat wil zeggen dat we ons gaan bezighouden met de X-as. En dat begint ermee dat we eerst weer de motor gaan pakken. En die motor die moet in dit geval, en dan moet ik weer heel even gaan kijken in de video. Even kijken. Want als het goed is, moet de motor met zijn, met zijn aansluitingen naar boven worden geplaatst, als ik het goed heb. Ik moet heel even kijken of ik daar gelijk in heb. In mijn video zie ik hem nog niet verschijnen. Ja, daar zit hij. Ja, hij zit er al wel op, maar waar heeft hij hem geplaatst? Waar was hij dat aan het doen? Nog iets verder terug. Nog iets terug. Daar wordt die motor geplaatst. Ik denk dat hij er al op zit hier. Hier nog niet. Daar nog niet. Even goed kijken. Nou, ik weet het eigenlijk bijna zeker. Hij moet met de aansluiting naar boven wijzen. Wat we gaan doen is dit. Even kijken. Ik ga eerst weer de koppeler erop zetten. Want we hadden al gezien dat we later niet bij de schroeven van de koppeler kunnen komen. Dus eerst de koppeler erop. In dit geval zal ik eerst weer even de schroefjes van de koppeler los moeten gaan draaien. Althans een stukje. Zodat ik erbij kan. En dan ga ik hem erop zetten. Even opletten weer op de platte gedeelte van de as. En redelijk dicht tot aan het einde. Maar niet helemaal tegen de motor aan, want anders gaat hij aanlopen. Dus ik draai hem dicht aan allebei de kanten, want hier kom ik zo meteen niet meer bij. Als hij er eenmaal op zit. Zo. Hier zit, zei de dokter. Ja, die zit vast. Geen probleem. Dan kunnen we nu daarop alvast losjes de schroefdraadstaaf plaatsen. Kom, zo ja. Pakken we even de schroefdraadstaaf. Die ga ik erin doen. En dan draai ik die bouten even een stukje dicht. Zodat hij niet zomaar loslaat. Echt aandraaien doe ik hem dus later. En dan kunnen we hem in gaan brengen. En hem vast gaan zetten. Met de vier wat langere boutjes die ik hier inmiddels gepakt heb. Die heb ik hier met ringetjes erbij. En dan kan ik die erin gaan doen. De ringetjes er natuurlijk wel bij doen. Dat is natuurlijk ook wel handig. Dit is één. Even kijken. Zit hij? Ja, hij zit. Hij zit nog niet echt vast, maar dat hoeft ook nog niet. Dat ga ik zo meteen wel meteen doen. Dat is, want bij deze kan je hem rustig al vastdraaien. Maar ik doe eerst even de boutjes vooraf indraaien.
Dit is dus de x-as waar we mee bezig zijn. En hier komt ook zo in het ongelooflijk zware deel te hangen met de motor eraan, de spindelmotor. Even kijken. Dat is 1. Meestal is de techniek zodanig dat je de kruislings moet vastdraaien. Dus 2. Dit is 3. En hier komt 4. Hier. Zit hier niet goed in of wat is daar? Die lijkt wel lam gedraaid. En dat is die ook. Deze is lam. Even kijken of ik daar een nieuwe voor heb. Vast wel. Alleen niet dat dat lam gedraaid is in het motorblok, want dat zou natuurlijk minder leuk zijn. Maar goed, dan zit hij met 3 vast, dan moet het met 3. Dat is niet anders. Hier heb ik een nieuwe. Zo eruit trekken zoals je ziet. Ik zal hem eens zonder ringetje proberen. Misschien dat ik hem zonder ringetje ietsjes meer mogelijkheid heb. En dat heb ik. Dus dan draai ik hem vast zonder ring. Want dat is dan beter. Oké, nou, deze gaat in ieder geval weg. Deze bewaren we weer in een doosje. Misschien dat we ook deze even de ring ertussen uit halen. Ik wil toch wel dat het goed vast zit. Oké, dat is dat stukje. Dan krijgen we ook hier weer de smooth rods, de gladde dragers. Die komen er recht boven te zitten. Daar hebben we ook hier heb ik de boutjes en alles al voor klaar liggen. En dit keer besluit ik ook echt om hem helemaal vast te draaien. Want uiteindelijk moet straks de zaak toch nog gesteld worden. Maar dat kan qua breedte eigenlijk niet echt uitmaken. Dus ik plaats hem gelijk goed. En dat ga ik bij de tweede ook doen.
die draaien we gelijk goed vast. Zo. Nu moet hier ook een extrusie op. Dus hier komt een echte extrusie nog weer op. Dit zijn die aluminium houders, twee stuks. In dit geval ook maar weer met één bout. En niet met twee, of zoals bij de vorige, die onderste die waren met twee bouten vastgezet. Deze zijn met één bout vastgezet. We beginnen met de bovenste. Die draai ik nog niet echt vast, die laat ik zitten. En dan de onderste. Ik heb er wel nieuws zometeen, want ook in die balk in deze extrusies moeten dus van die geleidertjes. Want hier komt straks achterop het moederbord te zitten. Even kijken wat gaatje zit voor die andere wind. Oh, hier zo. Oké. Goed. Als je kijkt, zie je nu een aantal houders en dergelijke zitten. Ik ga hem ietsje draaien. Ik heb wat ruimte nodig. In eerste instantie om het extruderblok, zoals je dat bij een 3D printer zou hebben. Alleen in dit geval is dat het blok waar straks de spindel en de frees in komt te zitten. En die moet er natuurlijk ook op. En dat is weer een kluifje. Allereerst hebben we hier weer bearings in zitten. Vier stuks, twee geplaatst. En dat ga ik om te beginnen weer even, nou, weer voorzien van wat smeersel. Maar dat ga ik even kijken, zal ik dat op die manier doen? Ik denk dat ik het anders doe. Ik denk dat ik het smeersel op de as uitsmeer. Dat is denk ik beter. Zo. Zo ja. En hier krijgen we weer dat verhaal met de veer. En dat gebeurt dan aan deze kant. Dus hier komt een veer in te zitten. Daar gaat hij. En de houder op die veer. En daar moet hij dan zometeen doorheen worden gedraaid. Nou, dan moet ik hem eerst even goed pakken. Hij moet aan deze kant erop. Ik weet niet of je dat zien kunt. Ik hoop het. Maar ik heb namelijk niet meer ruimte om het op een andere manier te doen. En dan ga ik hem erin draaien. Althans, dat ga ik proberen natuurlijk. Nee? Ja, dat werkt. Ik ga hem alleen nog helemaal er doorheen draaien, hè? Dat snap je. Ja, daar is die. En dan gaan we hem eens even naar de andere kant toe draaien, want daar moet hij uiteindelijk naartoe. In eerste instantie. Dus ik draai hem even om. Oh, hij is nou in één keer een heel stuk zwaarder geworden, maar dat is duidelijk, hè? Dat is natuurlijk duidelijk. Nou, laat hem maar even hier zitten. Ja. Dan gaan we vervolgens die vier sliders aan de achterzijde in de extrusie doen. Oftewel deze vier vrienden die ik hier heb, die hier in die sliders moeten. Want die mag ik niet vergeten, dan moet ik de zaak weer openmaken. En ik denk dat naarmate we verder bij het eind komen, dat natuurlijk steeds een groter probleem wordt. Zo.
andersom. Nee, was wel goed. Ja, daar is die. En nou komt de trucendoos, want nou moeten we vanaf deze kant weer de tegenoverliggende houder gaan plaatsen. Nou, we zien dat ik ze een beetje geleveld krijg, zodat het wat makkelijker vastdraaien wordt zometeen. So far, so good. Oké. Schroeven voor nodig natuurlijk. Dan hebben we weer 6 stuks weer. 3, 4... En nog 2 is 6. Hier gaan we natuurlijk zo meteen nog wat meer van nodig hebben. Ook weer wat ringetjes erbij. Doen de ringetjes weer aan. Dat zijn de 4. En nog 2 erbij. Dat zijn er 6. Gaan we gelijk even die keurig op onze bankjes doen. En dan gaan we kijken dat we het geheel kunnen plaatsen. Work of art, hè? We moeten in elk geval hem hier daardoorheen hebben. En dan hebben we een beetje pech, want dan zien we dat hij net ietsje pietsje naar links moet. Want ik kan het niet echt naar achteren gaan drukken. Nog even opnieuw kijken. Als hij op deze hoogte komt te zitten. Zo. Dan moeten ze zitten. Daar. 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 Anderen moeten natuurlijk net op dezelfde plek. Oké, dit is de juiste boutmaat volgens mij. Ja. Yes, is it. Tweede niet. Die zit ook.
Blijft even pielen. Deze zit dus niet. En die dan. Die wel. Die niet. En dat betekent dat we heel even de zaak een beetje moeten schuiven nu. Ja, want dan moeten we er drie uitschuiven, dat klopt. Eerst even die onderste hier maar even doen. Het zou ongeveer de plek moeten zijn waar die zit. Die is goed. Nou komt de moeilijkere. Even kijken. Die is ook goed. Resteert er nog één. En dat is deze. Hartstikke mooi. Goed, we zitten er allemaal in. Nu kunnen we dus gaan kijken dat we de zaak op die 46,5 mm gaan afstemmen. Dat doen we eerst maar even met deze kant. Goed opletten. Wel even keurig op de desk staan. En dat is best lastig, want ik heb niet zo heel veel ruimte nu. Misschien moet ik hem even een kwartslag draaien. Zo ja. Even afstellen, maar op die 46,5 mm. Zo ongeveer deze afstand hier. Ja, we gaan hem hier vastdraaien. Vastdraaien. 1. Nou, dan gaan we eerst even die laatste buisjes hier allemaal vastmaken, want dat moet nu allemaal nog gebeuren. Hè? Dat heb je vast wel gezien, hè? Dat ik dat nog even lekker overgeslagen heb. Dus weer vier schroeven erbij. Die zit denk ik wel keurig in zijn. Ja. Dus we gaan die laatste vier hier vastzetten. Er is één reserveboutje over de hele tijd, dat is heel netjes wel. Dat moet ik wel zeggen. Ik vind ook, als ik heel eerlijk moet zijn, het is niet zozeer de kwaliteit van de onderdelen. Dat vind ik allemaal wel meevallen, dat is aardig, wel aardig in orde. Vooralsnog, ja, goed, het is, je ziet bijvoorbeeld bij de extrusie dat het niet de kwaliteit is die een Prusa heeft. Maar goed, wat verwacht ik voor de prijs die ik hiervoor betaald heb? Echter, wat het grote probleem is, en daar blijf ik bij, dat is simpelweg het ontbreken van een handleiding bij dit apparaat. En dat is een hele vervelende, vind ik. Maar goed, Allah, het zij zo, ik kan er ook weinig aan doen. Gaan we weer even draaien. Oh, er zit mijn ding hieronder. Kom weer halen. Even ruimte creëren zodat ik erbij kan.
En dan gaan we eerst maar eens die shaft hier achter een heel klein beetje erin draaien, zodat dat wat logischer zit. Dat is één. Dan die andere, dat zijn die aluminium extrusies die ik nu vastdraai. Nou, deze moet ik nog even schuiven, want die zat al wel redelijk strak vast daartussen. Maar geen probleem, ook dat is oplosbaar. Alles is oplosbaar. Alles zit met zoutzuur. Zo, die zit ook. Dan ga ik de smooth rods vastdraaien. Die. En de tweede, die zit beneden. Zit hier. Dat is die. Smoothrods, kijk, zet ik al vast. Dat had ik straks ook gedaan. Even dat kan herinneren aan de andere kant. Die monteer ik echt al helemaal strak. Dan moet ik de zaak omkeren, want ik heb wel deze kant op 46,5 mm gedraaid, maar die andere nog niet. En dus dat moet ook nog gebeuren. Nu ga ik me bij deze bezighouden met de 46,5 mm. Nou is dat niet zo'n groot probleem, heb ik al gezien, want het is bijna goed. Zo, deze gaan we ook vastdraaien. Ik zie wel overigens dat dat bakeliet, het is zwart bakeliet, het heeft toch wel de tendens om lelijk te worden. Maar van de andere kant, het is geen schoonheidsapparaat, het is een apparaat wat mooie dingen moet maken. En niet een mooi apparaat van zichzelf is. Oké, dat hebben we gedaan. Dan gaan we nu, want we zijn natuurlijk nog niet klaar, want we hebben die twee rods nog niet vastgezet. We gaan even kijken of die vrij beweegbaar is naar allebei de uiteinden. Dus ik ga hem bewegen helemaal naar mijn kant toe. En vooralsnog gaat dat goed. En zometeen natuurlijk naar de andere kant. En wat ik nog niet vastgezet heb is de koppeler. Verder als hier laat hij zich niet draaien. Nou, dat is ook buiten het bed inmiddels aan het komen. Dus ik ga zijn koppeler schroefjes vastdraaien. De ene kant op, de andere kant op. Maar verder komt hij toch niet. Oké, dan kan ik nu aan deze kant de bouten vastdraaien, definitief. De laatste die ik nog heb. Eén.
dit is 2. Dan kan ik hem nu de andere kant op gaan draaien. Bewust even het vet aan de andere kant plaatsen, want dat draait hij nu natuurlijk overheen. En dat is ook de bedoeling. Dit is dus lang draaien even. Dit is even werk, zeg maar. Maar dat moet even gebeuren. Dus ik draai hem ondertussen even om, zodat ik er wat beter weer bij kan. Ja, dit is even painstaking business. Het moet even gebeuren. Heel vervelend, maar het is niet anders. Het is ook aardig zweetverwekkend, moet ik zeggen. Maar we naderen het uiteinde. Sorry lieve mensen, daar ging de camera weer eens. Dat gebeurt ook nog wel eens. Het staat allemaal erg fragiel hier. Maar we zijn weer in beeld. En we draaien hem naar de andere kant. Nou, hier kunnen we hem wel helemaal tot het eind draaien. Maar goed, dat is ook niet zo erg. En dan gaan we hem daar vastzetten. Met de laatste twee bouten die hierop aangedraaid moeten worden. Zo. Ik laat hem gelijk zo staan, want we gaan nu naar de achterkant van het apparaat. Dus eigenlijk staat hij goed zo. Dat was de X en de Y-as. Ook die zijn inmiddels klaar. Komen we op het gebeuren van het moederbord. En daartoe wil ik natuurlijk aan de achterzijde deze bekasting gaan maken. Waar straks dat moederbord in komt te zitten. Dan moeten we even gaan kijken hoe dat in zijn werk gaat. Eens even naar mijn handleiding. Pak er even bij, dit hebben we gehad. Ook het plaatsen hiervan hebben we gehad. En dan hoe die eruit ziet. Heel aardig. Nou, dat kunnen we zo ook wel zien. De spindel, maar die zit er al in. En dan krijgen we het controlebord. Inderdaad. Nou. Dat gaan we erbij halen. De controlebord zit nog netjes verpakt in zijn plastic behuizing en zijn zilverkleur. Het is altijd een soort van zilverkleurig cellofaan. En daarin zit een bubbeltjes plastic, een wrap plastic. Waarin de moederbord zit. Best wel lastig uit te krijgen, maar... beetje beleid is hij er inmiddels toch uit. Hier komt hij. Je hebt het moederbord van het apparaatje. En dat moet uiteindelijk geplaatst gaan worden. Dat moet gewoon met zijn tekst naar boven. Dus hij moet uiteindelijk zo in de box komen. Even kijken of dat past. Dan moet ik even naar kijken. Degene die het ontworpen heeft. Die heeft niet erg goed zijn best gedaan, want hij past voor geen meter. Dus de box kan op deze manier nog niet gebruikt worden. Dan zal ik wat gaatjes moeten gaan boren.
En wat er vervelend is, de hele ruitenmethode past dan niet. Dus dat zal zonder moeten gebeuren op dit moment. De box gaat niet passen, dat kan ik zo vertellen. Die gaat de prullenbak in. Die gaat niet werken. De aansluitingjes kloppen niet, noem het maar op. En dat is dan eigenlijk wel jammer. Van de andere kant, niet getreurd, het origineel zit daar ook niet op. We gaan de moederbord plaatsen. Het moederbord plaatsen is een kwestie van onder andere wat opvulstukjes en dergelijke. Ja, even kijken, goed zo. We hebben daar de volgende vier boutjes voor nodig. Dat is weer een ander maatboutje, maar die zit er keurig bij, niks mis mee. Die gaan we pakken, die gaan we openmaken. Leggen we even naast. Daar horen weer vier ringetjes bij en je raadt het nooit, er blijft één ringetje over. Nou, bij alles tot nu toe was er één ding over, al heb ik één ding zojuist gezien waar ik er twee van over heb. Dat is wel grappig. Twee, zelfs drie. Twee. En ik heb de vier ringetjes, of de afstandsbusjes, die heb ik hier ook gelijk maar even bijgepakt, want ook die gaan natuurlijk worden gebruikt nu. Zo. Dit is dus boutje, ringetje, afstandsbusje. Door het moederbord heen. Ik ben benieuwd of er ruimte genoeg overblijft om je vast te draaien, lieve vriend. But we will see. Even kijken of ik de juiste maat inbussleutel heb. Is die dat? Nee, dat kan er niet zijn. Even kijken. Dan zou het dus toch deze moeten zijn. Oh ja. Dan moet ik even kijken of dat werkt. Ik denk dat het ringetje er tussenuit moet. Dat doen we eens eventjes. Even kijken of het dan wel werkt. Dan werkt het wel. Dus de ringetjes horen er hier niet tussen. Die zal ik zo weer opruimen. Moet ik zeggen dat in de handleiding, die dan dus niet origineel was, staat dat ook niet vermeld. Oh, oppassen, dit doen we niet goed. Het busje moet aan de andere kant. Ze doen hem zo. Precies op de goede hoogte zit. En dan moet er nog eentje zijn. Ja, die zit hier. Dit is een vliegend opvulbusje. Een beetje geluk moet hij pakken nu. Ja, doet hij.
we gaan hem eerst eventjes een heel klein beetje losdraaien, zodat we hem kunnen verplaatsen nu. Zo. En dan gaat hij bijna helemaal naar links. En daar zetten we hem vast. Zo, moederbord zit erop. De vier ringetjes dus, waren daar niet bij nodig. Ik doe ze zo lang even in onze spare tutje, in onze tutje met restjes. Want volgens mij is het schroefwerk klaar. Dus ik wil ook de andere twee boutjes die ik over had, die ga ik daarin doen. En dan heb ik daar ook nog bij gekregen drie heatsinkjes. Die heb ik hier ook, drie heatsinkjes. En die gaan op dat moederbord worden geplaatst door mij. En dan hier op de processoren. Er zitten plakstripjes op de achterkant op, die moeten eraf worden gehaald. Dat is één. Dat is twee. En dat is drie. Ook die zijn allemaal geplaatst. Oké. Nou, nog heel eventjes, lieve vrienden. Dan zijn we zover. Ik ga heel even kijken. Dat zijn bolts. Oké, dan hebben we de aansluitingen. Spindel. Steppermotors X, Y, Z. Adapter en USB. Ja, dat is correct. Oké, dit laten we er even bij liggen. We gaan de kabeltjes erbij halen. 1, 2, 3, 4 en 5 kabeltjes heb ik hier in totaliteit. Ja. Eerst maar eens even de spindel. Die heb ik hier. Op de spindel is een markering aangebracht. Deze kant is rood, die kant is dus zwart. Want dat moeten we natuurlijk niet in de war brengen met elkaar. Dus we plaatsen rood op rood. Ik vind dat die wat slapjes zit. Heel klein beetje meer dicht drukken. Even kijken of dat voldoende is, maar dat zien we zo. Oh, duidelijk, ja. Nou, ik vind hem nog steeds slappies zitten. Even jou eraf halen. Want hij mag er nu al best wel strak op zitten, denk ik even.
hier ging iets niet helemaal goed, dat merkte je. Even draaien, dan kan ik iets beter zien wat ik aan het doen ben. Oh, ik zie het al, ja. Koppelaar die losgeschoten is. Dus deze vriend hier. En waarschijnlijk zijn tegenoverliggende broertje. Even kijken welke van deze kant plat is. Dat is aan die kant. Dan kunnen we hem draaien. Want daar is moeilijk bij te komen. Nu zit hij midden voor. Zo'n beetje. Dus moet hij ook midden voor zetten. Zoiets. Los. Nou, dat is altijd lastig, hè? Dan zit zo'n Allen key vervolgens zo vast dat je hem er niet meer uit krijgt. Dat is altijd op het verkeerde moment. Kom, laat los. Nou, want ik moet nog de andere kant nog vastdraaien. Oké, hij zit weer vast. Even opnieuw. Want nu is hij net iets te diep. Ik heb hem net iets te ver gedrukt. Maar goed, dat is weer open te maken. Dat is niet zo'n probleem. Hoe het er nu mee staat. Dat is betere werk. En dan de zwarte. Die zit ook iets beter, vind ik. Oké. Kan ik hem weer draaien? Hoppakee. Deze komt hier zo in dit slotje te zitten. Daarmee zou in elk geval de spindel moeten kunnen draaien al. Ga ik niet proberen hoor, geen zorg. Dan gaan wij de drie steppermotors monteren. Die heb ik hier. Kabeltjes voor de steppermotors. Dat moeten er drie zijn. Nou, dat zijn er ook drie. Zijn ze dezelfde lengte? Ze zijn allemaal even lang, dus het maakt niet uit welke je voor welke pakt. Volgens mij zijn ze ook in de plaatsing hetzelfde. Het is alleen zo dat de ene aansluiting anders is dan de andere. En dat heeft te maken met de kant waar die in komt. Even kijken. Het staat ook bij E, X en Z as. Goed. I1 en I2 X as. Nou, dat is een grappige. Want welke is dan welke? Ik neem aan. Kijk, deze heeft namelijk vier aansluitingen. Nou, eerst maar eens even de X doen. Dit wordt de X-as. Zo.
En de x-as, dat is dus degene die op de zijkant hier zit van de van het gebeuren. Ik pak wel even de video erbij nu, want het is wel een bedingetje en nu om dat even goed te doen. Maar dat weet ik eigenlijk wel bijna zeker. Ik durf deze wel te plaatsen, dat is niet zo'n probleem. Ik kan hem ook altijd weer loshalen natuurlijk. Even oppassen met dit soort dingen. Dit is klein spul, het is erg filigraan. Zo. All the plugs will be on the top of it. Minus the screen plug, which is an accessory you're able to buy. En gelukkig heeft hij hier hetzelfde moederbord als ik ook heb. Zij is bezig om dat te plaatsen nu. Ik loop daar even overheen, want ik wil eigenlijk even zien hoe dat met die aansluitingen zit. Ja, dan heeft hij daarover. Ja, en laat ook zien dat hij verschillende aansluitingen heeft. De ene kant is een wat breder, de andere is wat dikker, zeg maar, als het ware. Is dat dus correct? Die gaat in de motor, dat is de Z-as. En die zit aan de rechterkant. Ja, dus dat is correct. Ik zet hem even stop, want dat kan ik simpelweg nadoen natuurlijk. Dat is degene die ik nu ga doen. Dat is deze hier. En die komt in onze vriend hier terecht. Die zit ook. Oké. Mij gaat het vooral nu om die i-as, want dat is de moeilijke jongen van het verhaal. Want die heeft er twee namelijk. Just like that. Then I'm gonna grab another one. Again, paying attention to the number of ports on it. And I'm gonna plug it into the y-axis motor. Right down here. Dat is wel grappig, want hij zegt dat ik plug hem in de Y motorport, maar hij heeft, net als ik heeft hij de twee. En hij plugt hem in de meest rechtse van de twee. Dus waarom dat nou dan de Y motorport is, het is een beetje raar. Want het is eigenlijk hetzelfde als bij mij. Hij heeft er twee en niet één. En bij allebei staat Y-axis boven. Y1 axis en Y2 axis. Dus het is een beetje krom, als ik mag zeggen. En ik mag het zeggen, tenminste van mijn vrouw mag ik dat. Ik mag veel van mijn vrouw, dit is er één van. Deze zou dan dus volgens hem in deze moeten, in de rechtse van de poorten. Ik probeer dat heel even te laten zien. Kijk, als je hier achterin kijkt, zie je vier van die poorten en geen drie. X-axis is links. Z is rechts, dan blijven er twee voor de i over. En hij plugt hem in de rechtse van de twee, dus dat doe ik dan ook maar. Zodat we hem hetzelfde hebben. Dat is misschien niet erg onhandig op zo'n moment. Even kijken, want heeft hij hier ook dat aparte afstandsbordje bij zitten? Dat denk ik haast niet, maar dat is ook niet zo moeilijk. Dat is dit kabeltje hier, dat is om dat afstandsbedieningetje. En daar zit maar één mogelijke aansluiting voor in de houder. Alleen even kijken in of daar nog een verschil in de setting is. Ja, er zit namelijk een uitsparingje. En correspondeert dat dan ergens mee? Ja, dat correspondeert ergens mee. Is dat het handigste om het zo te doen?
Ja, die zit er ook in. Die gaat dan hier naartoe. En die moet dan daarin geplugd worden, wat ze trouwens niet handig gedaan hebben. Misschien moet ik dat dan toch even veranderen. Want die andere die zit iets prettiger. Maar het is belangrijk natuurlijk dat je dat ding ook kunt zien. Dus dan kan ik hem beter met deze kant hier plaatsen. Want hij is een beetje verkeerd gemonteerd naar mijn mening. Maar goed, wie ben ik? Maar nou kan ik tenminste ook het display van dat afstandsbedieningje lezen. Anders kan ik dat niet lezen. Nou, wat er ontbreekt, dat kan ik zo zeggen. Dat zijn de tie-wraps, er zouden tie-wraps bij zitten. Die, tenminste volgens de handleiding van de concurrent, zeg maar even. En die tie-wraps, die zijn er niet. Nou is het gelukkig zo dat ik bij mijn 3D-printer ook de nodige tie-wraps heb gekregen. En die gaan we dan ook maar even erbij halen. En dan moet ik even kijken wat het doosje dat is. Ik denk deze. Ik weet niet zeker, maar ik denk het wel. Even kijken. Niemand de deur uit. Ja, tie wraps. Dus wat ik nu aan het doen ben is simpelweg het cable management. Ik heb daar overigens bij Ali iets anders voor besteld, maar dat heb ik gewoon nog niet binnen. Ik heb daar echt zo'n bekledingje, ik weet niet, ken je dat? Achterop zo'n printer willen we wel eens in een bekleding zetten. Hittebestendig, en dat heb ik besteld. En dat gaat absoluut binnenkomen binnenkort. Maar in de meantime, in de tussentijd, gebruiken we gewoon de normale tie wraps. Ik zet er wel voldoende op, zodat het een beetje een georganiseerde puinhoop wordt. Want het is wel, het is een beetje een bende. Anders aan kabelmanagement. Hier komt de derde te zitten. En dan zijn we bijna klaar met de bouw van de CNC router, de 3018 Pro. De laatste hier denk ik, van het mensen van deze as. Misschien nog eentje zo. Dan hebben we in elk geval de Z-as klaar. Is dan echt helemaal opgeborgen. Oké. Dus dat
deze opbergen. En deze. Ik weet, een ander zal waarschijnlijk eerst geprobeerd hebben. Ik dus nog niet. Ik ga ervan uit dat ik de bouw gedaan heb zoals het hoort. En dat het is zoals het hoort. Dat is misschien wat brutaal in de zin van dat ik daarmee ervan uitga dat het wel goed zal zijn. Maar ik wil graag dat het in deze film in elk geval er netjes uitziet. Mocht het niet werken, dan haal ik het wel uit elkaar en dan... komt dat wel goed, dan ga ik daar wel mee bezig. Maar ik wil in ieder geval het kabelmanagement ook een beetje voor elkaar hebben hier. Even kijken. Dit ga ik waarschijnlijk onderlangs laten lopen. Op het moment dat ik hem gebruik, is dat een zinvolle aangelegenheid om er dan tijdlapse aan te maken. Ik weet niet of dat zo handig is. Het is wel mooi dat het daar uit de buurt blijft. Op deze manier natuurlijk. Maar dat zal het ook zijn als ik het achterlangs laat lopen. Dus ik ga daar geen kabel tijdens meer op doen. Ja, lieve mensen. Natuurlijk zijn er nog een paar kleine dingen die moeten gebeuren. Ik moet zometeen de kabel verder aansluiten. En dat bedoel ik mee de stroomkabel. Die gaat uiteindelijk even draaien. Ja. Daarin terechtkomen. USB-kabel daarin. Ja. En dat is wat mij betreft de bouw van de CNC-router 3018 Pro. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. We gaan natuurlijk de volgende video gaat de werking tonen. Maar dat moet ik eerst gaan testen. Dus ik zie je de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Groetjes. Dag.